zenden is hij echt geen reus, omdat hij geen platen heeft. Er woont een beest in Afrika, de neushoorn is zijn naam, die met iemand uit Oud-Pekela in verbinding kwam te staan. De neushoorn was toch zo verrast, hij dacht dit is niet heus, omving hem goed via zijn mast bovenop zijn neus. Neushoorn als een piraat, dat dikke beest uit Afrika. Hij doet de mensen echt geen kwaad, toch ziet hem zij hem achterna. De mast staat bovenop zijn neus, die trots de lucht insteekt. Maar een zenden is hij echt geen reus, omdat hij geen platen heeft. Ik was in Afrika op vakantie, toen ik daar een jager zag staan. En ik zei hem, meneer, wat bent u hier aan het doen? En de jager zei, ik schiet hier alle neushoorns neer. En toen vroeg ik hem, waarom doet u dat? Waarop hij antwoordde, in de hoorn van deze beesten zit een stof die de potentie van een man verhoogt en deze stof is veel geld waard. En toen zei ik tegen de jager, maar heeft het niet veel meer waarde dat deze dieren in leven blijven? De neushoorn als een piraat, dat dikke beest uit Afrika. Hij doet de mensen echt geen kwaad, toch zitten zij hem achterna. De mast staat bovenop zijn neus, die trots de lucht insteekt. Maar de zenden is hij echt geen reus, omdat hij geen platen heeft. De neushoorn als een piraat, dat dikke beest uit Afrika. Hij doet de mensen echt geen kwaad, toch zitten zij hem achterna. De mast staat bovenop zijn neus, die trots de lucht insteekt. Maar zenden is hij echt geen reus, omdat hij geen platen heeft.